Hallo allemaal, wat ontzettend leuk dat jullie kijken naar mijn gloednieuwe aflevering van Super Dangdo. Eindelijk! Het is vandaag lekker weertje, frisse fruitdag, geen regen, maar wel een beetje wind en mooi weer erbij. En ik heb wat leuks te doen vandaag. Ik ga lekker namelijk fietsen en tijdens fietsen ga ik gewoon leuke dingen doen. La 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 la. Ik kan zingen. 3, 2, 1. Wat voor muziek zou je gaan zingen? Dat maakt niet uit. Ik ga Bassie en Adriaan openingsliedje zingen. 3, 2, 1. Hallo vriendjes en vriendinnetjes. We komen er weer aan. Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Het is Bassie en Adriaan. Lekker fietsen. La 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 la. La 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 la. Tijdens fietsen leuk gek. Er zit een kat op de autodak aan het chillen. Holy shit! Er is wat aan de hand. Tijdens fietsen was ik lekker bezig. Ik heb kat gezien. En daarna ging ik verder fietsen. Maar weet je, toen ik aan fiets was, keek ik aan mijn arm. En toen zag ik een gat. Hier. Oh my god. Hoe is dat gebeurd? Misschien is dat kwaliteit niet zo goed gegaan of zo. Dat is echt raar, want ik denk dat het komt doordat de periode van superkoud en sneeuw en de kwaliteit van jas, die kunnen niet meer tegen. Kan ook van nat zijn dat er regen is en zo. Maar ja, het is tijd voor een nieuwe jas. Dus deze jas in de toekomst is dood. Deze voor mij mocht die weg. Nu niet, maar dat komt nog later. Vanmiddag, toen ik mijn fiets ging oppakken, ging ik testen. Maar uiteindelijk ben ik achtergekomen dat de rem automatisch stuk is. Ik weet het niet waarom, maar waarschijnlijk dat hij niet meer zomaar doet. Oud is oud. Deze fiets die ik aan het rijden ben, is super oud. Oké. Okay? Nou, shit happens. Allemaal oud roest en gaat automatisch stuk een keertje. Ja. Nou, dat is wat het is. Elke fiets gaat een keertje dood. Een fiets is een fiets en die hebben korte leeftijd dan mijne. Ik kan 100 jaar leven, maar die fiets die levert niet 100 jaar, maar 1, 2, 3. Vanaf hangt vanaf hoe goed je verzorgd hebt. Als je fiets verzorgd goed hebt, dan kan je lang mee omgaan. En als je niet goed verzorgd, dan leeft die super korte. Kan wel korter nog. Weet je wat ik allerleukste vind in de aflevering van SpongeBob? SpongeBob zegt wel eens Tartarsaus of Heilige Neptunus. En dat vind ik echt leuk om te doen. Maar dat kan ik ook woorden gebruiken, dus wel netjes in plaats van schouder. Ik ben aan het menu kijken en ik zit te lezen. Even kijken. Oh, ineens heb ik een briljant in mijn hoofd die ik al weet, die ik graag wilde. En dat heet... Ik weet niet hoe hij heet, maar ik heb voor dit uitgekozen. Ik ben zo benieuwd wat er vanuit de slag is komen. Dat eten waren een lekkere, mooie kus om te zien. Dat komt nog wel. Blijf spannen, mis het niet. Hij is eindelijk er. Heilige Neptunus. Ik heb echt zin in. Ik heb trek in dat sweet pancakes. En dat heb ik deze uitgekozen. In het echt ziet er fantastisch uit. Goed gekunst. Heb ik niet verwacht. Maar de rest, oh boy, laten we gaan aan de slag. Die bloemen zijn eetbaar, hoorde ik. Anders hebben ze niet ingedaan. Ziet er net echt uit. Even testen. Smaakt naar blaadjes, bloemen. Normaal. Maar deze bloemen zijn wel veilig. Hygiëne, eetbare. Heilige Neptunus, mijn buik zit vol. Maar alsnog, het was lekker. Eindelijk. Maar die kwaliteit van pannenkoek, dat was heerlijk. En die bloemetjes, maar de gras, maar wel ook lekker. Of natuurlijk een blaadje, weet ik veel wat. Het regen, het regen. Ik ben in Boppel Caspo, grote broek. En ik ben fucking nat van regen, regen. Damn you. Mijn jas is nat, mijn broek is nat, mijn schoen is nat. Pop, 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 pop.
Wat wil ik nou doen? Ik weet het al. Happy day, maar je moet wel survive, oh. Kutbroek. En nat weer. Nee. Ik heb enorm haast. Ik ging vanaf die kant op rennen. Over de pad van de weg. En van de kant. Toen ben ik hier. Oh my god. Weet je wat het jammer is? Dat mijn fetus die staat los. En dat komt door dat mijn schoen, die is eigenwijs. Mijn fetus is oud. Dat is oorzaak. Nou, je luistert niet, hè? Vind die veten. Dus ik vind het heel jammer dat het zo is. Maar gelukkig ben ik op een veilige verschuilingplekje, ja, waar ik gevonden heb. Yay! En tegenover mij, daar is Happy Days. Daar ben ik naartoe. Happy, happy days. Ik ga domme keus kiezen. Ik ga nu buiten. Het is super koud. Nee, wat? Binnen. Ik voel me gewoon heel erg. Wat gaan ze dit aantal water? Die normaal liggen. Oh, yes, ik ben weer. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, I made it. Woehoe! Welcome, staat erop. Yeah! I did it! Het is hier onwijs leuk. Hier zijn de kaarten. Die of die? Kijk, rood en die andere is zwart. En ze zijn waarschijnlijk aan het rollen. Rollen friendly. Het is hun wedstrijd. Stel, als je gewoon hebt als een voorbeeld, dan sta je op de eerste plek, of de tweede plek, of de derde plek. En dan maak je foto en voor de goede memories. Ingang, Fun Factory, Laser Game. En daar staat die deur, duwen. Dat is heel spannend. Maar het is geworden. Wat? Zo. Wat is het? Fun Factory, Laser Game. Kijk nou eens hoe leuk hier is. Het is meer voor kinderen. En het is niet van mensen uit mijn leeftijd. Helaas ben ik kaas. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat ik meemaakte. En daar is een voor kinderen die kunnen klimmen. En gaat hij glijden via glijbaan. En natuurlijk is het heel leuk voor kinderen. De huisjes zijn gemaakt door kinderen. Kijk hier. Zo leuk, makkelijk. En kun je ook eruit halen. Fantastisch. Ik leg ze wat terug. Even een selfie maken. En die achtergrond ook. Missie voltooid. De bowlingbaan, de darten, de arcade, de poolen. Hey, vandaag heb ik lekker gepietst, doodblij, lekker gewandeld bij Freaky Funday. Had ik heerlijk, sweet pancakes, super lekker. Jammer dat er ook regent, kwam pas later. Ik ging gewoon naar Happy Day, bereiken eindelijk wat nieuws ontdekt. Thee gedronken, mijn jas was nat door regen. Nu is het droog, mijn jas, haha, jas nat, liefst dan. Dit is wat ik gedaan heb, wat ik opgeschreven heb over deze dag. Ik hoop jullie leuk vinden. Nou, beste mensen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering van Super Dongdo. Later!